De timmerfabriek is begonnen zo ongeveer juni 1918. Dat is het eerste kasboek. Dat vinden we hier. Het ontstaan van Vonkemander Vreeling ligt bij Bunnik de houthandel. Daar was opa, die kwam van uit de Achterhoek. En Vreeling hebben ze daar ontmoet. Als jonge vent Vreeling, opa was wat ouder. En daar hebben ze elkaar handspandiensten geleverd. En op een gegeven moment hebben ze samen gezworen een fabriekje te starten in de stad. En dat is gegroeid heel snel tot 2 panden in de Hellestraat en 2 panden in de Sint-Jorisstraat. En hoe ging dat? Kunt u wat vertellen over hoe de fabriek of hoe de mannen met elkaar... Nee, ik denk dat dat allemaal wel goed is gegaan. Ik heb tenminste nooit gehoord dat er oneenigheid was. Ja. Want dat hoor je heel gauw, hè, als er 2 mensen beginnen. Maar dat is altijd goed gegaan. In een goede harmonie, kan niet anders zeggen. Want het waren ook buren. De compagnon van mijn vader woonde dus naast ons. Bekkersteinslaan 19 en 17, geloof ik. Wat kunt u zich nog herinneren van de fabriek? Hoe zag het eruit? Nou, dat het een oud pand was. Tenminste, als je nou zegt fabriek. En als je dan ziet hoe het eruit zag, vond ik het wel een oud gedoe. Maar als daar goed gewerkt werd, dan is dat de omheining eigenlijk niet zo belangrijk. Er is altijd hard gewerkt. En verdiend, gelukkig. Dit is vader en dat is Vonkeman. Ik denk dat mijn vader met de machines niks te maken had. Ik heb als kind altijd gehoord dat mijn vader afschreef. En dan weet ik helemaal niet wat dat was. Dus mijn vader was afschrijver in mijn gedachten. En ja, dat zal dan wel ergens genoteerd staan. En hier verkoop 14 zakken krullen, 2,10. 14 zakken zaagsel, 2,10. Ja, bij het schaafwerk, dan krijg je van die korte krulletjes op de schaaf. Dat zijn enorme bergen van die korte krullen. En die korte krullen, daar zijn de bakkers hartstikke gek op, want dat was vuur. Dat brandde enorm. En dan gingen naar de bakkers? Gingen naar de bakker toe. 5 cent een zak krullen. Maar hier zie je allerlei namen komen van bedrijven waarvoor ze werken. Dat is ongelooflijk, want het is allemaal kleine bedragen, maar het telt wel door. En je vindt in het kasboek bijvoorbeeld werk voor Kleinstra, de architect, voor werk voor die, allerlei namen in de stad waar ze klusjes voor deden. En van Lieverlee breidt dat zich uit. Want hier staat bijvoorbeeld ook een bedrijf in het De Schuur. Daar heb je ook geleverd. Panden die in de Hellestraat waren, wat waren die panden in eerste instantie? Dat waren stadsboerderijen. Alle 4 de panden waren stadsboerderijen. Er ligt hier nog een vergunningaanvraag van juni 1919 over verbouwen. Daar hadden ze zaken verbouwd. En versterken met oog op machines ophangen en motoren ophangen, want de motoren hingen aan het plafond. Bijvoorbeeld de schaafbank stond een hele zware motor aan. Die hing aan het plafond. En dan ging met riemen naar beneden toe. Dat was een spektakel tot en met mensen. Echt ongelooflijk. En verder weet ik ook dat er altijd van die enge dingen hingen. Van die borden met mensen met benen die geamputeerd waren. En als kind vond ik dat heel eng. En dan, dat herinner ik me nog van de fabriek eigenlijk. Op een gegeven moment in 1921, 22 zijn ze deuren gaan maken. En hebben heel veel deuren gemaakt tot ongeveer 1929. Toen kwam Bruinzeel, ja, toen was het niet meer mogelijk om tegenop te werken. Toen hebben ze een paar moeilijke jaren gehad. En van Lieverlee, ook in de crisis, hebben ze in de stad allerlei klussen gedaan. Allerlei zagen en schaafwerk, ongelooflijk. En ik weet nog dat
voor de oorlog. Waren ze al bezig ook met andere dingen, bijvoorbeeld kerkbanken maken. In Beest, in de Betuwe. De bank hebben ze gemaakt in Bergen, in Noord-Holland. Die bank bestaat nog steeds. Aan het einde van de Hellestraat bevond zich de Handelsdagschool. Ook Johan Vonkeman heeft op deze school gezeten. Nou, zomerdag, de timmerfabriek, de deuren open stonden. Stonden altijd open in zomerdag. En er stond een klein beetje wind in op de Hellestraat. En op de school was ook het raam open met warm weer. Dan hoorden wij de machines. Hoorden dat geknetter van die bank. Als die zware balken doorheen gingen, dan ging de reuze tekeer, man. Dat was een enorme herrie. Want het was oorverdovend. Er stonden 1, 2, 3, 4 machines achterin. 1, 2, 3, 4, 5 middenin. En vooraan een schuurbank en een pennenbank. En de pennen maakte dan die deuren, pennen, gatverbindingen. Een grote pennenbank stond er. Nou, daar stond vader heel vaak aan aan de deur. Pennenbank, ging er doorheen. Nou, allemaal ja, zwaar materieel. Dat is hoe ze aangekomen zijn, waar ze vandaan gehaald hebben, ik weet het niet. Dat staat ook niet in de geschiedenisboekjes. Helemaal niet. Maar op een gegeven moment hebben ze het opgebouwd. In de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek heel belangrijk voor het verzet. Zo werd daar naar Radio Oranje geluisterd. Egbert Vonkeman en de broer van Ali Vredeling, de latere minister van Defensie, Henk Vredeling, sloten zich aan bij het verzet. Iedereen en het Rijk strijdt mede. Op zijn wijze. Grijpt de hem verboden mogelijkheid. Grijpt zich aan met een overtuiging, met een geestdrift. En de schoonste bladzijden van de geschiedenis uitblinkende daden van moed en opoffering evenaar. De fabriek is in de oorlog. Er is veel gebeurd wat niet mocht. Zoals? Wapens verstoppen. Luisteren naar de Engelse zender. En ook doordat de heer Vonkeman bij het Rode Kruis was, is daar onder de dekmantel van het Rode Kruis heel veel gebeurd. Heel vaak s'avonds roggemalen. Want daar was stroom in de fabriek. En de buurt was geen stroom. En de lijmkamer was helemaal afgesloten. De deuren pot dicht, helemaal dicht. En dan werd er s'avonds roggemalen. Stonden aan de roggemalen. Dat is een klein molentje roggemalen. Voor de bakker. Voor de bakker. Maar in die fabriek is heel veel gerommeld. Want ja. In het boek, 40-45, daar staat nog in de sloop in 64, hebben ze nog munitie gevonden uit de oorlog. Piloten werden ook ondergebracht in de timmerfabriek van Vonkeman de Vredeling in de Hellestraat. In die fabriek waren ook Duitsers aan het werk. En als zo'n piloot, al dus Vonkeman, naar de wc ging, kon het gebeuren dat de bril nog warm was van een Duitser die er even tevoren met zijn kont had opgezeten. In de ene afdeling had je machines, de andere afdeling had je timmerwerkplaats. In de timmerwerkplaats stonden twee mannen in een blauwe overal. Die waren gewoon een beetje aan het werk. En in de fabriek liepen ook Duitsers in uniform. Die twee mannen waren piloten. Engelse piloten, die waren ondergebracht, die waren daar rustig aan het werk, heel rustig. En die waren ook, s'avonds weg. Dat was wel heel... Zo is een paar keer daar gespookt. Ja, daar hadden we van alles afgespeeld, van alles. Mijn vader wilde natuurlijk niet voor de Duitsers werken, want dat was natuurlijk ook vroeger. Dat je dan, dat het gevorderd werd of zo, maar dat is dacht ik niet geweest. Dat hij echt voor de Duitsers moest... Ze hebben nooit wat voor de Duitsers moeten timmeren? Nee. Ik geloof ook niet dat mijn vader dat gedaan zou hebben. Nee. Maar misschien dat de Duitsers daar zelf iets hebben moeten doen, dat zou kunnen. En dan was het natuurlijk mooi als ze dan ondertussen die illegaliteit daar hadden. Ja. Wist u dat daar een radio stond? Ja. Ja. We hebben daar bijvoorbeeld in de oorlog de Lintzaag. Daar stond de zware windzaag. Die hebben we gebruikt voor brandhoutzagen. Want iedereen die kwam naar de fabriek toe. Vonkeman, kun je hout zagen voor ons? Ja, heb je hout?
Dan kwamen ze met karrevracht hout, boomstammen enzovoort, werden allemaal daar gezaagd. Ongelooflijk. En we hebben daar inderdaad, en dat was heel slim, want vader had achter de houtloods een grote ruimte schoongemaakt en daar ging alle houtmot, alle zaagsel ging daarin, in de oorlog, en opstapelen. Enorme bultenzaagsel. En wij hebben met 1, 2, 3, 4 families gestookt de laatste winter, zaagsel. De huizen warm gestookt met zaagsel. Allemaal zaagsel. Ongelooflijk. Zo zijn we er doorheen gekomen. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. Nou ja, daar kwam ook iemand regelmatig binnen. Die ging 's morgens naar het kantoortje binnen. En dan las hij de berichten van Radio Oranje. Die hadden ze voor me uitgetikt. Dat is ook een hele lange tijd goed gegaan. Ja, we hebben eigenlijk nooit razzia gehad in de fabriek. Helemaal niet. Terwijl er van alles uitgespookt is. Van alles. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. We hadden een werkman daar, ik zal zijn naam niet noemen. Een heel rustige man, een echte scherpe zeiler. Die hadden wat werk en die reed met de handkar de stad rond. En dan had hij altijd krullen op zitten, hele stapels krullen. Die ging naar de bakker toe, naar huis op de Armsweg, enzovoort, enzovoort. Maar in de oorlog hadden ze ook rommel te vervoeren. Onder in de handkar zat af en toe rommel. En er stonden krullen bovenop en de man schokte rustig door de stad heen. Ja, rommel, maar wat moeten we daar ons bij voorstellen? Wat in de boek staat, munitie. Lectuur? Lectuur. Ik heb ook heel veel kranten weggebracht in de oorlog, hoor. Heel veel. Ondergrondse krantjes. Welke krant? Ja, welke krant? Trouw. Onder andere. En hoe deed u dat? Gewoon. In de tas. Op de straat lopen. Op de fiets. Gewoon rond. Niks aan de hand. Gewoon fietsen door de stad heen. Niks bijzonders. En dan ook een drustas afgeven. Of iets dergelijks. Dat is dit, dat deed je gewoon. Niks bijzonders, heel gewoon door de stad heen. Egbert Vonkerman speelde een belangrijke rol in het verzet. Hij riep op: meld je niet, maar duik onder. Hij was lid van de brandweer. Hij was lid van het Rode Kruis en dat heeft hij gebruikt als dekmantel. Ik heb nog een ausweis van hem uit april 1945, dat de artscommandant een permissie geeft voor het gebruik van een fiets. In april 1945, net voor de bevrijding. En zulke soort papieren liggen er op een gegeven moment. Ja, dat zijn die dingen, ja. Ach, dat heeft hij gebruikt. Heel gewoon. Onder de dekmantel van brandweer of Rode Kruisjes doen. Ja, zo zijn er heel veel dingen gebeurd. Maar nooit de angst gevoeld van gaat dit wel goed? Want u was per slotverrekening ook al een tiener. Ja, we zijn wel eens een paar dagen weg geweest en we zijn wel eens zoek geweest en dat was heel gewoon. De broer van Alibos Vredeling, Henk Vredeling, weigerde zich aan te passen aan de Duitse bezetter. Hij werd gezocht en zat ondergedoken. Kwam uw broer vaak in de timmerfabriek? Nee, maar als het dan gaat over de oorlog, dan is mijn broer natuurlijk ondergedoken geweest al die tijd. En dan wisten we niet waar. En toen hebben wij 13 keer huiszoeking gehad. En de 13e keer, toen namen ze mijn vader mee. En toen is mijn vader naar de Euterpenstraat gebracht. En daar heeft hij dus een hele tijd gezeten. Ja,
En allemaal omdat ze mijn broer niet konden vinden. Dat, na 13 keer huiszoeken, de 13e keer, toen weet ik dat ze zeiden, nou, is uw zoon er niet, dan trekt u uw jas maar aan. En we zaten te eten, we vonden dat vreselijk. Want ik weet nog dat ik nog iets geroepen heb, dat mijn zus zei dat ik stil moest zijn, want dat ik zo kwaad was. Ja. En toen, oh ja, dat weet ik ook nog, toen zijn we nog naar het station gegaan en daar hebben we mijn vader nog in de trein zien zitten, want we wisten natuurlijk helemaal niet waar hij naartoe ging. En toen hebben wij daar nog brood gebracht, dat weet ik nog. Want waar was de Euterpenstraat? In Amsterdam, ja. En dat was wel, als je dat zegt tegen mensen die daar ook, nou ja, die weten van de oorlog, dan weten ze dat dat een hele, ja, toch wel heel erg was als je daar kwam. Mensen die verhoord werden, die werden soms zo geslagen dat ze bloedend dan weer in de cel terugkwamen. Dat heeft mijn vader verteld. Uiteindelijk werd Vredeling na 14 dagen gevangenschap weer vrijgelaten. Dat was vreselijk. Zoals hij eraan kwam, het was net een landloper. Had geen veters in zijn schoenen. En hoe die dan teruggekomen is, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat hij gewoon ziek was. En schurft had. Pal na de Tweede Wereldoorlog liep het mis op de Varkensmarkt. Kunt u daar wat over vertellen? Ik weet dat daar is nog een Duitser gedood. En mijn broer is toen opgepakt op dat moment. Dat heeft hij later verteld. Dat weet ik ook nog goed dat hij zei dat zijn laatste uur geslagen was. Want toen moest hij met zijn... Hij moest ergens tegen een muur staan. En nou ja, toen dacht hij van als ik me omdraai, dan schieten ze me dood. Maar dat is niet gebeurd. Kijk, hier staat Amersfoort Bevrijding, de Lange Straat. Nu loop ik hier met mijn zus. Op een gegeven moment, opa overleed in 1948. Toen zijn vader en mijn oom Ab doorgegaan met Vredeling. En van Lievelee zijn ze overgegaan op allerlei kleine klusjes in de stad en houthandel. Triplexhandel. Ongelooflijk veel triplexhandel. Iedereen kwam daar binnen. Dat vond ik wel een Vredeling toen in de stad als we het hebben moesten. Dan werd daar geleverd en gezaagd enzovoort. Een stoeltje hebben ze honderden van gemaakt. Voor kleuterschool. Dat is een meubel, want vader, die maakte die dingen. En pikte die op straat. Mensen sprak die ze aan. En dan was, we hebben een klein kind, een oudste kind, 4 jaar. Mag het even binnenkomen? Even passen. Stoeltje passen. En zo zijn ze allerlei dingen aan het maken. Echt ongelooflijk. Gewoon inventiviteit. Ze timmerden letterlijk en figuurlijk aan de weg. Ja, letterlijk en figuurlijk. Want Vonken van de Vrede is nog steeds in de oude stad een begrip. In 1950 bent u weggegaan uit Amersfoort? Ja. Toen ben ik naar Hengelo gegaan. Kwam u als jongen vaak in de houtzagerij? Heel vaak. Want het was zo, als vader wat vergeten was, dan was joh, ga even naar de fabriek toe, sleutel mee. Daar en daar liggen de spullen, haal op. Dat was voor de oorlog al, als jongetje. En in de oorlog heb ik er ook al een en ander geholpen. En na de oorlog heb ik er nog een half jaar gewerkt. Deed de familie Vonkeman mee aan de eeuwfeesten? Ja, vader heeft meegedaan. Als brandweerman. Als brandweerman met de handspuit in burgerkleding. Zo met de stofjes aan, zo uit de winkel. Zo uit de werkplaats mee. Die mensen hadden geen uniform bij betoeterd. Die hadden gewoon hun dagelijkse pakje aan. En die werden opgetrokken achter de brandspuit en gingen ze heen. In 1964 werd de fabriek verkocht zodat de V&D uit kon breiden. Nou ja, in 1964 is de fabriek verkocht, ja, ging langs mij. En als je dan ziet, die oude foto's, dan zeg je op een gegeven moment, is dat de stad geweest? Ja, dat was de stad.